Jongens, het is Toffic Games Video. Mijn naam is Wessie van Viviboor 1999. We hebben vandaag weer een nieuwe Spelersquare. Met vandaag hebben we al heel veel wedstrijden op het programma. Waaronder dus vijf wedstrijden die we gaan spelen. En we gaan ze allemaal spelen. Dat betekent dus veel wedstrijden, veel om te genieten. Vier competitiewedstrijden en één bekerwedstrijd. We gaan kijken wat het gaat worden. En wij, hebben hier ook een bal, zitten dus eerst. De eerste wedstrijd is we zijn tegen een VVV Venlo. Clemente komt eerst de kans op voor Pex met Fokker. Kunnen we dan gelijk gevaarlijk zijn. De bal terug naar Lam. Fokker. En dan wordt de schot weggehaald. De bal is dus weer voor. Uh, toch weer terug voor Bergsvolle. Fokker hier. Kunnen wij dan nog een keer voor de kaart gaan. Fokker. En de verdediging weer van VVV die ertussen zit. Dus is de bal weer voor uh, VVV Venlo. Gevaarlijk nu voor VVV. Hier de bal bij uh, de aanvallers van VVV. Kum, verdediging nu de bal daar rondtikt. Swinkels. En de bal hier. Uh, nog steeds voor VVV. Dus even uh, VVV nu deze minuut een beetje de bal rondtikt. En wij proberen gewoon de druk te zetten om uh, ja, er weer terug in te komen van de wedstrijd. Hier is de bal van VVV. Dan kan het gevaarlijk worden nu. Moeten we gaan verdedigen om niet uh, die achterstand te krijgen. Dat zou heel erg een uh, domper zijn. Hier de bal voor VVV achterin. Bij uh, een, nu uh, eruit komt Fokker. Goede paas geven we hier richting uh, Drost. Er komt er een kans. Drost. Nu met snelheid op de flanken meegeven richting medespeler. Wesley dan hier voor zijn kans. Wesley Fokker. En dit is ons doelpunt. Het is 1-0 voor Pexholder. En het is de spits die het doet deze wedstrijd tot nu toe. Het is de 1-0 voor Zwolle. En het is Wesley Fokker, de spits, die zich laat zien. Zoals dus tijd En nu dus weer 1-0. Pax Zwolle, Wesley Fokker doet het goed in de competitie. Tussen minuut 26 is de 1-0 voorsprong voor, voor, voor Pax Zwolle tegen het VVV. De VVV gaat wel langzaam op jacht naar de 1-1. Natuurlijk, als je deze twee de ploegen naast elkaar zet, is het natuurlijk uh, gelijkwaardig. Zou je zeggen papier? Maar ja, in de vorm die Pax Zolle zich verkeert tot nu toe. kan het zomaar ontbijen naar een overwinning voor Pexol. Zeker omdat Pex Wolle sterk is in deze eerste helft tot nu toe. 30 minuten gespeeld. Goede paas. Saimak. Lehman, Saimak. Terug naar Wesley. Die de bal, uh, daar vraagt. Die krijgt de bal ook. En dan kan zomaar de kans komen voor de 2-0. En een prachtig doelpunt zeg. Van De Spits. Zijn 22ste in de competitie. 25 doelpunten totaal, totaal gemaakt in zijn voetbalcarrière. Dat is nog niet veel. Hoopt nog meer te krijgen in de toekomst. Misschien naar Feyenoord. We weten niet hoe het loopt. Dat is in ieder geval onze Droomclub. En wij hebben onze 22e doelpunt gemaakt in de Eredivisie. Waar de eerste al bijna voorbij is. En dus de 2-0 is voor Pex Goede Goeie pas hier van Fokker richting Dross. Kan zomaar de 3-0 komen nog. Pex is de betere ploeg. En dan kan het als 3-0 wordt helemaal, helemaal klaar zijn. En dan is het ook klaar zou je kunnen zeggen. 3-0 voor Pex Holle. Clement met de 3-0. En Zwolle wat al voorrust op, op 3-0 staat. Als het voorbode is, dan kunnen we Telgaan erbij pakken. 3-0 voor Peck Zwolle. Goeie paas van Drost. Goed afgemaakt door Pelle, Clement. En de 3-0 dus voor Zwolle. Keeper totaal verkeerd. Omtussen de tweede helft. Fokker, prachtige paas weer. Geen buiten spel. Dan kan het nog een keer gebeuren voor de 4-0. Pelle Clement gaat zelf, of afgeven van Fokker. Hij gaat zelf en is het uh, 4-0. Een prachtige paas van uh, Wesley Fokker. En perfect afgemaakt door Pelle Clement. En zo is het dus. De 4-0. Het begint in de tweede helft. Gewoon weer waar het eerste helft gebleven was: doelpunten. En dan voor Pex 4-0. Pelle Clement. Minuut 57. Pex behoudt de aanval en gaat op zoek naar de 5-0. Fokker van afstand in de handen van van de Krooi. Dus de bal is dus nu voor de VVV. Koem. Smit. wel bal hier voor de onderscheid door Leemans. Goed gedaan. Saimak. Nakayama. Fokker. Saimak. Persol op jacht naar de 5-0. Dat kan zomaar gebeuren. En dit is helaas buiten het spel. Nu 63. Fokker. Delic, goede paas. En terug naar Fokker. Nu voorgeeft. Dat gebeurt goed. Dan nou, kan de kans komen voor de 5-0. Kopbal. En de rebound voor Saimak zit er wel in. Het is 5-0 voor Zwolle. En het is uh, Saimak die de doel zijn naam krijgt. Eerste keer gaat de bal op de paal. Maar dat is de rebound voor Saimak. En dit is dus de 5-0. Nu 68 nu. Wesley Fokker weer op de flanken. We zijn gevaarlijk op de flanken. Kunnen de bal goed voorgeven. En nu doen we dat weer. Kopbal Westerman 6-0 voor Zwolle. Weer een geslaagde voorzet. Perfecte voorzet. Qua assist en voorzet zijn we echt goed. Misschien dat we daar ook terecht op de vleugel staan. Want onze assisten. En we doen ook mee om doelpunten. Dat wil je natuurlijk als voorhoede spelen. Jarno Westerman met de 6-0. Nog vijf minuten officiële speeltijd. En uh, Zwolle Leidt met 6-0 tegen VVV. Maar het kan zomaar meer worden. Leemans, goede paas. Er komt nog de kans voor de 7-0. Van Heemskerker. De bal weggehaald door Zwinkers. Zwinkels, moet ik goed zeggen. Zeg ik nog goed, geen flauw idee. In ieder geval zie je de bal voor de Paxwolle voor de hoekschop. Hier de kansschot geblokt, maar Hens, strafschop. Strafschop Zwolle. En dan kan Wesley achter de bal staan om de 7-0 binnen te schieten. Hensbal van VVV. En dan terecht de strafschop voor Pax Dan gaan we kijken wat we kunnen doen. Wordt het van Krooi of wordt het fokker? We gaan hem in de hoek proberen te schieten. Van Krooi. Of Fokker. en het is van Krooi. We krijgen de bal er niet in. Dus het is nog steeds 6-0. Natuurlijk. Dus geen. Uh, Je gaat hier niet uh, mee winnen met deze goal. Maar het is toch mooi voor de dingen. En Hier gaat opnieuw de bal tegen de hand. Dit keer weer Hens. En is het dus uh, weer een strafschop. De strijder zegt Twee strafschop achter elkaar. Ja, de vaar hoeft niet in te grijpen. Want hij ziet wel dat het zo is. Dus dan is het een. Uh, weer een strafschop. En nu moeten we het toch wel goed gaan doen. Nu gaan we de andere hoek proberen. Kijken of dat lukt. Oh, het gaat totaal verkeerd. En dan is, het, uh, ja, dan is het klaar. Dan hebben we die kans ook uh, niet binnen kunnen schieten. Maar goed, dat heeft geen baat. Want we winnen uiteindelijk toch met 6-0. En dat is lekker. En we gaan kijken wat we de wedstrijd hierna kunnen doen. Alleen ben ik even, te even kwijt tegen wie die wedstrijd is. Het is wel een bekerwedstrijd volgens mij. Uh, tegen Winno 2. Of was nou wel een competitiewedstrijd? In ieder geval een transperiode waar niks in gebeurt, jongens. We gaan nog niet weg. We kunnen wel natuurlijk nu hierna aanbiedingen gaan krijgen richting uh, het eind van het seizoen. Dan kunnen we aanbiedingen krijgen, misschien dat gaan jullie allemaal meemaken. Maar vooralsnog blijven we nu, gaan we niet in deze transperiode weg, maken we dit seizoen sowieso af bij Pek Zwolle. En dan uh, zit het erop en dan gaan we de kwartfinale spelen van de KVB Baker. En dan gaan we kijken wat we daarin kunnen doen, of we doorgaan naar de halve finale. In ieder geval krijgen wij wel de eerste aanval. Goede voorzet. Clement die mag al de 1-0 maken voor Zwolle. Het is 1-0. En het is Per Clement die de doelpunt op zijn naam krijgt. De Spits. Ja, toch wel de man die op onze plek staat. Maar ja, we gunnen hem ook de kansen. Ik ben niet zo'n speler die je dan uit die plek haalt. 17e minuut. Fokker, Lam. Fokker. Krijgt de bal. Wij krijgen de bal niet lekker mee. Dan wel Clement. En dan is het de hoekschop volgens mij. Oh, dan was het een doeltap waar natuurlijk niks uit gebeurd was. Dus de bal voor Sparta. Gravenberg, onderschept hier door Fokker. Goed, nu een aanvoer misschien voor Pek Zwolle. Minuut 25, Thomas Lam. Paas nu geven, terug naar Fokker op de flanken. Dan moet je de bal aan ons geven. Inderdaad, voorgeven nu Fokker. Dat gaat lukken. Goede voorzet richting uh, Kersten. Dan is het uh, 2-0 voor Pek Zwolle. Dan is het Kersten met zijn doelpunt. Een man die ik nog niet eerder had gezien bij ons. En mag dan mag men ook zijn eerste doelpunt maken voor uh, Pek Zwolle. Het is dus, uh, 2-0. Op aangeven van ons als uh, Wesley Fokker... En wij geeft natuurlijk qua assisten zijn zijn altijd lekker bezig. Sam Kersten. 2-0 Zwolle. Half uur gespeeld. Vrij tapje voor Sparta. Aoussard. Fokker onderschept goed. Geeft de bal richting Clement. Leemans. Paal. Leemans. Paal. Terug naar Fokker. Weer op de flank. We wachten natuurlijk tot we helemaal voorin zijn. En dan gaan we die bal voorslingen. Nu doen we dat niet. We gaan een laag meegeven. Dat kan ook. Pedder Clement. Af en toe Pedder Clement. En het is uh, 3-0 voor Pek Zwolle. Weer een geweldige paas. En 3-0. Door Pelle, Clement en het lijkt dus alweer bijna beslist te zijn. We hebben 250 korte paasjes, dat zijn aardig wat. En zo vlak voor rust, opnieuw de voorzet krijgen. Gaat dat dan weer lukken? De bal weggehaald nu door van, uh, van Leer. Onderschept Clement. Nou, dan kan er nog een keer de kans komen om hem maar uit te gaan halen. Dit is uh, geen buiten spel, want de bal is voor Sparta wel. De ingooi nu voor uh, Peksolle. Paal met de inworp. Die gaat naar de Kersten. Fokker krijgt de bal niet lekker mee. De eerste helft al bijna op hebben we de 3-0 voorsprong. Gaan we in de eerste helft al gewisseld worden? Tenminste, ik ga zelf de wissel aanvragen om een rust uh, te voorkomen. Om een blessure te voorkomen en rust te geven. Hier kunnen wij nog wel doelpunt maken. 4-0 dan nee, de redding van de doelman. Dat is jammer. Valeer met de redding. Hoeschot nog wel voor Pax Hier genomen, Leemans. Fokker wil de bal bij zich krijgen. Strieder doet het dat. Fokker dan probeert te schieten. Schot geblokt. Bal weer voor, uh, voor Sparta. En wij hebben de bal weer snel terug. Fokker, Clement. Nou, het kan nog zomaar 4-0 worden. Tenminste, dat wil Spectrum wel gaan doen. Fokken van afstand en weer de handen van de doelman. Dus eerst zelf al zo voorbij staan we op de 3-0 voorsprong. Gaan we hopen op een goede tweede helft voor onze ploeg. Want ja, wij gaan niet meedoen. We hopen dat ze de 3-0 voorsprong kunnen gaan behouden. Wij gaan wisselaanvragen. En wat hebben we dan uiteindelijk nog gedaan? We hebben uiteindelijk met 3-1 gewonnen. Dat is mooi. En we door naar de halve finale tegen AZ. Dat al mededelen. Een lastige halve finale. Dat is maar voor de volgende aflevering. Dat gaan jullie dan zien. Volgens nog gaan we nu dus nog uh, drie wedstrijden spelen in de Eredivisie. En we gaan kijken wat, drie, die, wat die drie wedstrijden gaat worden. Waaronder de laatste wedstrijd van deze aflevering is tegen Feyenoord. Mijn droomclub. Hopen dat we het daar goed kunnen tegen gaan doen. Dat we kunnen laten zien dat we Feyenoord waardig zijn. Dat we terug. Dat we naar Rotterdam willen als speler zijn. We zijn natuurlijk opgegroeid in Utrecht. Toen zijn we een tijdje gescout. F F Utrecht we ons sowieso niet hebben. Toen zijn we een tijdje gescout door Feyenoord. Maar dan waren we nog niet echt goed genoeg. En we waren nog te jong. Toen zijn we naar, naar de, terug te gaan naar de jeugd van Utrecht. En dan lang gewacht hebben we dus de aanbieding gekregen van Pax En daar hebben we dus mee de akkoord gegaan. En nu zijn we begonnen aan de wedstrijd tegen Groningen. En dan kunnen wij de eerste kans krijgen. En de redding van het doel met een rebound zit er wel in. Pelle Clement. Het is 1-0 voor FC Groningen. Of FC Groningen voor Pax En het is Pelle Clement die het maakt. En wij het er toch weer een aandeel in. Hebben. Want wij kregen die bal helaas niet in. Maar Pelle Clement daarentegen... Krijgt hem er wel in. En mooi ook. Per de Clement. Het is uh, 1-0 voor Paxvollen. Larsen. Minuut uh, 12. Loopt. En de bal bezit. Is voor even Groningen. Mo Ancoury. Strand Larsen. Goed. Mo Ancoury. Moeten wij uitkijken. Hier hebben we de bal gelukkig onderschept. Clement. Goed, en dan is het van Hintem. Maar nog steeds Zwolle. Goed, uh, hier hebben wij de aanval nu. Matu, Matusiwa, die de bal onderschept. Molankuri, Larsen. En hier aan de flanken Geen Robben, dat valt me op. Geen Robben hier bij Bijfse Groningen. Ofwel, nee, dat is geen Robben. Dat is uh, verrassend. Paal, Nakayama. En nu uh, Pex Zwolle misschien een keer uit. Nu paal. Goed, Wesley Fokker. Nou, de bal gaat niet naar ons toe. We gaan de Hupperts. Paal. En nu de bal in één keer door, maar dat is te hard. Dus is de bal over de achterlijn dat is de doeltrap voor FC Groningen. Nu is 25 ondertussen. Nog steeds op voorsprong. En wij zitten er wel steeds voor goed tussen. Hier ook weer. Met kersten en hier Westerman en Fokker. Nu de flanken moeten wij meegeven. Dat gaan we doen op Westerman. Nu de bal terug van Clement op ons. Goed, voort het nu. Elf zelf. We gaan zelf. Fokker. En het is de bal op de Paal alweer. Geen doelpunt, wel weer mooi werk. Maar ja, daar, daar kopen we niks voor. Leemans, het kan nog steeds. De bal iets te zacht voor Fokker. De balbezit is dus weer voor FC Groningen. Halve uur gespeeld. 1-0 nog steeds voor Pax Doelpuntemaker. Doelpunt te maken, Clement. Nakayama in de voeten van Strand Larsen. Hier de bal richting Mona te hard. En is de ingooi voor Pax Genomen door. Uh... Nee, ik heb geen idee wie die naam is. Heel moeilijke naam uit te spreken. Maar wij hebben de bal hier terug. Wesley Fokker. Goede steekpas geven nu richting Westerman. Die komt goed aan. Dan komt er een kans voor Pexholm. Op voorgeven nu. Of laag. Zeker. Fokker nou met zijn kans. Wesley die Fokker. En we krijgen de bal weer niet in. Zo is het nog steeds 1-0. Tweede van is begonnen. 48 e minuut. Fokker. We geven de bal weer goed mee. Dan komt er zomaar een kans misschien voor de 2-0. Nu wel weer op de flanke Westerman. Terug naar Wesley. Wesley. Kunnen we de voorzet geven? We wachten misschien. We wachten te lang, denk ik. Wesley. Laag. Huper, uh, hier de bal. Dan Clement. En Wesley krijgt de bal terug. Dan moeten we nu binnen schieten. En dan geven we hem af En Dat kan ook. En dan is het dus uh, 2-0 voor uh, Paxhol En dan is het. Uh, welke speler was dit? Ik heb geen flauw idee. Ik zag het even iets. Uh, ik zag het niet zo snel. In ieder geval is het de 2-0. Dan gaan we kijken wat het, in die 2, uh, wat het rest nog gaat gebeuren in deze tweede helft. Wel mooi paas weer. En dus de 2-0 voor Paxhol En dan worden wij gewisseld. En dan uh, kunnen we de rest dus niet meemaken. En dan, dan spelen we nog de wedstrijd gelijk met 2-2. Stand Larsson maakt twee doelpunten. En dat betekent dat het 2-2 was geëindigd. Balbezit hadden hun echt met 65% balbezit. Wij 35%. Wij hebben wel zes schoten gehad op doel hun drie. Maar goed. We gaan kijken wat de ene laatste wedstrijd gaat worden tegen Willem 2. Want die willen we natuurlijk goed gaan afsluiten. We gaan onze speler even trainen. We gaan richting de 73 deze aflevering. Dat gaan jullie ook zien. Dan zijn we 12,5 miljoen euro waard. Dat is heel wat natuurlijk voor een speler van PEC Zwolle. Dus dat is een zeer terecht voor het volgende seizoen. Naar een andere club gaan. En we hopen natuurlijk dat we naar Feyenoord kunnen gaan. Dat Feyenoord interesse in ons toont. Laten we dat hopen. Misschien als, we, misschien als wij de wedstrijd naar Feyenoord hebben gespeeld. Dat ze misschien interesse in ons krijgen. Aanbieding. Naar ons sturen en wat voor aanbieding dan ook. We accepteren het van Feyenoord. Clement. We zijn tegen Willem II ondertussen begonnen. We gaan kijken wat we kunnen doen. Hier komt de bal weer richting. Goede paas in handen van Ruiter. Zo hebben we tot nu toe een goede wedstrijd gespeeld. We hebben gewonnen van 6-0 van VVV. We hebben gewonnen in de beker van Sparta. We hebben gelijk gespeeld tegen Groningen. En nu dus tegen Willem II. We willen ook een goed resultaat halen. Want daarna hebben we de wedstrijd tegen Feyenoord. dat een lastige wedstrijd is. De lastigste in deze aflevering. Goede paas. Fokker, goed meegeven. Clement dan weer het doel. met Clement, Jazeker. Wesley en Clement, het is een uh, droomduel want ze vinden elkaar altijd goed, met name Wesley op Pelle Clement en dan is het uh, weer de 1-0 en weer hij Clement die het doet. Denk naast Wesley de topscorer van Peckzolder wel Pelle Clement. Ik moet het eigenlijk een keer nakijken, dat gaan jullie zonder het dan zien. Als ik het niet vergeet, mocht ik het vergeten, zet even hier onder deze reactie vergeet even niet uh, de topscorerslijst te laten zien. Sommige mensen willen daarmee wel eens aan herinneren. Heel erg bedankt daarvoor. Hier komt de kans voor Fokker. Nou moeten we eigenlijk de 2-0 maken. En dat doen we ook. 2-0 voor Pexolla. Kwartier gespeeld. Wat doen we hier? Dat zou ik nooit in het echt doen. Dat kan ik niet hoor. Maar in de game doen we het wel. En het is dus 2-0 voor Pecksolle en Fokker. Met een prachtige paas krijgen we een echt letterlijk mooi paas. En wij kunnen hem goed afmaken. En het is dus 2-0 voor Pecksolle. Wesley, Fokker. Halver gespeeld. Willem 2 gaat op jacht naar het tegeldoelpunt. Verdedigend van Zwolle gaat het lekker. Hier de bal onderschept. Kersten. Fokker. Goed. Hup, Huppets. Fokker. De bal richting de medespeler Drost. Die bal terug heroverd. Hier de goede pas van Clement op Westi. Nou Westi dan voor zijn tweede. Nee, de bal op de lat. En de bal dan voor Willem 2 hier. Zo konden die twee elkaar weer goed vinden. Dan maken Westi de bal in. Maar op de lat. Dat is een domper. Owusu. Minuut 36. Owusu. Koulibaly, onderschept de Fokker. Wel een overtreding van een andere speler. Dus de vrij trap dus voor weer een 2. De eerste helft is op bijna op. Dus de 2-0 voorsprong. Bravides, goed onderschept Clement. De balbezit is weer voor Pex Wolle. Fokker, Tot naar Clement. En nu één keer door richting Dross. Die moet hem binnenhouden. Lukt hem dat ook, Dross? Nee. Gaat hem helaas niet of wel. Ja, dat houdt hem wel. Hij houdt hem wel binnen. Dat is knapper. Dan komt er een voorzitter. Dan is het ook een doelpunt. Het is uh, geen buitenspel. En dan is het 3-0 voor Peksvolle. Ik dacht dat die bal uitging. Maar Dost rent fantastisch. En dan wordt hij nog binnen geknikt hier ook. 3-0 voor Zwolle. Ondertussen zo vlak voor rust. En nog steeds de 3-0 voorsprong voor de ploeg waar Wistri Fokker te spelen van is. Het is dus een beetje versneld. We worden in de rust weer gewisseld. Of we gaan hem zelf weer aanvragen. En dan gaan we door naar de laatste wedstrijd tegen Feyenoord. Die we natuurlijk ook heel erg goed willen gaan afsluiten. Want ja, we willen natuurlijk belangrijk zijn. En we willen ons laten zien tegen Feyenoord. Vorige keer kon het niet lukken. En nu hopen we dat wel te doen. In de Kuip in Rotterdam. Hopen dat we er ooit ook als Feyenoord-speler mogen staan natuurlijk. Laten we het hopen. In ieder geval worden we dus gewisseld. En dan gaan we door naar onze laatste wedstrijd in deze aflevering. De wedstrijd tegen Feyenoord Rotterdam. Mijn club. Mijn clubpie. Die willen we. Als spelers zijn dan we wel daar goed tegen spelen. Om dan de hoop dat ze in ons geïnteresseerd raken voor volgend seizoen. En eh, dat zou voor jullie ook heel mooi zijn. Want we hebben dus eigenlijk twee Feyenoord career mode. één spelers career mode met, met Feyenoord. En één manager mode met Feyenoord. Zo moet je het ook weer zien. In ieder geval gaan wij dus kijken wat we tegen Feyenoord kunnen doen in de KB Rotterdam. Wat mooi is het om het hier te staan. Als wel van de speler van de tegenpartij. Maar we hopen natuurlijk volgend seizoen misschien al als Feyenoord speler ons debuut te maken voor Feyenoord. We weten natuurlijk niet uh, of we aanbiedingen krijgen. Maar ik hoop het wel. Feyenoord natuurlijk uh, de, ja, de, ja, de beste eigenlijk op dit veld. Maar Pek die natuurlijk al goed bezig is in de competitie. Fokker hier de goede paas geeft richting uh, Paal. Er komt de eerste kans. Fokker laat zich meteen zien tegen Feyenoord. De voorzet en de bal weggehaald door Senesi. Hoeksop voor Zwolle. Leemans, Fokker. Geeft de bal weer voor. Bal weggehaald. Clement kan de bal niet bij zich houden. Weggehaald door Gitruida. Opgevangen hier door de verdediging van Zwolle. Fokker hier. Moeten wij de bal goed meegeven. We moeten rustig blijven in ieder geval aan de bal. Clement. Goed Leemans. Kan de bal helaas niet verder krijgen. Ver. En, oh, dit is Geertruida niet. Hele andere speler. heel onbekende speler in ieder geval. Geertruida zit er wel in. Hier aan de bal. Gitruida. Sinisterra. Speelt achterin. Verrassend. Sinisterra. Ingooi voor Zwolle. Genomen door Fokker. Korte paasjes, tiki-taki, paal Fokker. Kunnen we dan zelf nu in de avond. Kunnen we de bal voorgeven. Dat laatste gaat niet gebeuren. We gaan zelf draaien weg en schieten. Ja, goed gedaan. We draaien weg van Marco Sinnessi. Maar dan krijgen we de bal helaas niet in. Ondertussen minuut 34. Pexholle is dreigende, We willen voor Rusten 1-0 maken. Het, is het liefst dat wij de goal zelf maken. Fokker hier dan weer. Daar is nu iets te ver weg. Zodat Sinnessi de bal nu wel heeft. We zien uh, volgend jaar teamgenoten. We weten natuurlijk niet hoe het gaat lopen in het voetbal. Diemers. Fokker zet druk. Nog steeds de bal zit voor Feyenoord, Malatia. Hier de bal onderschept door Fokker. Goed gedaan. De bal hier dan weer voor Paxvollen. Drost. De bal terug. Goed van Heemskerken. Fokker voorzetten nu. Draai weg. Terug. Drost in de handen van Bijlo. Eerste helft zit er bijna op. 1-0-0. Nog steeds de stand tussen Feyenoord en Zwolle. Boosniek, bal bij Paaltrecht. En Leemans, Fokker. Goeie paas geven we richting uh, onze medespeler. Dan komt er een kans, Fokker van afstand. Kan hij het proberen? Jazeker, schot geblokt. Dus de bal weer voor uh, Paxvolle. En zit de rust er ook bij een opsteken, nog, de rust is aangebroken. Er komt geen extra tijd bij. En dan gaan we de rust dus afsluiten met een 0-0 stand. Gaan we kijken wat in de tweede helft kan gebeuren. In het begin van de tweede helft gaan wij gelijk op jacht. Nou kunnen we gelijk het doel maken. Dan nou, we begon die tweede helft. Fokker laat zich zien. Ja, zeker. We maken het doelpunt in de Kuip. Het is uh, 1-0 voor Feyenoord. ik ben er helemaal in de stemming. Nee, het is 1-0 voor Zwolle. En het is uh, Wesley Fokker. Die heb aangegeven dat mocht hij volgend seizoen naar vertrekken... dat hij zeer geïnteresseerd is in Feyenoord. En Feyenoord heeft ook oren naar, natuurlijk. Als je dit zo ziet. 1-0. En hier komen wij er weer opnieuw uit. Het zou zijn dat we de 2-0 kunnen maken. En de bal gaat er niet in. Maar we laten ons wel zien. Alvast aan het legioen. Mochten we naar Feyenoord komen, laten we zien wat we kunnen. Nog uh, 20 minuten te gaan. 1-0 de voorsprong. Mocht het zo blijven, dan zijn we man van de wedstrijd. Ongelooflijk. Ongelooflijk. Mocht het zo blijven, dan laten we ons echt zien aan Feyenoord. Dat we Feyenoord waardig zijn als we een aanbieding zouden krijgen. Dat we gelijk kunnen staan. Als we wel in de spits mogen staan. Want het is tot nu toe niet echt. Uh, we zijn wel van naar voren geschoven Van minder van de spits. Van Heemskerken. Komt er nog de kans daarvoor? Zwolle en de banhanden uh, van Bijlo. Dan is dus de wedstrijd bijna voorbij. Nog steeds 1-0 stand. En wij hebben nog steeds niet onze laatste kansen gehad. hier krijgen we de bal weer. Kunnen we, nu een goede, kunnen we nog een goede voorzet geven? Dat zou nog een mooie zijn. Niet een goede voorzet. Drost. Kopt de bal naast. Had het misschien de 2-0 moeten zijn. Nassing gaat erin komen voor. Uh, Ik bedoel, Nasching gaat eruit. Linssen komt erin bij Feyenoord. Echt een tijd die al dik voorbij is. En dat betekent dat de wedstrijd voorbij is. En dat we winnen met 1-0 van Feyenoord. We laten ons zien tegen mijn club. Hopen dat ze interesseerd zijn voor ons in volgend seizoen, nadat ze deze wedstrijd hebben gezien. In ieder geval wil ik jullie alvast bedanken voor het. Moet ik dat nou al doen? Voor mij wel, want ik heb voor mij nog niks meer om met jullie te overleggen ofzo. Want jullie gaan nog een paar dingetjes zien. Nou, ik heb de doelstellingen behaald. Ik ga gewoon de video afsluiten. Jullie kunnen vanavond weer genieten van de Rudy en Rudy aflevering vanmiddag. Ik ga weer zeggen: bedankt voor het kijken in deze video. Druk op het tijdbusje gedaan. Dat is ik zo'n tijd als nu. Later